6 natuurlijke manieren om angst te doen afnemen. 6 natuurlijke manieren om angst te doen afnemen. Iedereen heeft zijn eigen manier om met zorgen om te gaan, maar er zijn bepaalde natuurlijke remedies, zoals sporten en meditatie, die het meest effectief zijn. Leer erover in dit artikel. Angst is een toestand waar veel mensen mee te kampen krijgen bij veel verschillende problemen. Voor sommigen is het een serieus probleem dat gerelateerd is aan hun emoties. Voor anderen is het meer een kortdurend moment dat voorbij gaat na een paar uur of enkele dagen. Met zoveel competitie en dingen die gaande zijn in onze levens, is het niet ongewoon dat angst een terugkerend probleem is voor veel mensen. Het is echter belangrijk op zoek te gaan naar opties en natuurlijke remedies om dit probleem te bestrijden. Hoe weet je of je angstig bent? De symptomen van angst variëren van persoon tot persoon. De meest voorkomende zijn: misselijkheid, verhoogde hartslag, overdreven bezorgdheid, toegenomen bloeddruk, pupilverwijding, pijn op de borstkas, slapeloosheid, vermoeidheid of uitputting, spierspanningen. Gelukkig zijn er natuurlijke manieren om angst te bestrijden, zonder risico's en bijeffecten. De beste keuzes zijn yoga en meditatie. Deze optie zal je zeker en zonder al te veel moeite een flinke verlichting geven van je angst, aangezien je het slechts 20 tot 30 minuten per dag hoeft te doen. Het zal je lichaam doen ontspannen en het verlossen van de spanning die door angst wordt gecreëerd. Je zal ook positieve verschillen merken in je bloedcirculatie, een betere zuurstofvoorziening van je brein mogelijk maken en ontspanning van je hele lichaam ervaren. Sport regelmatig. Het verlagen van angst is veel eenvoudiger wanneer je sport. Daarnaast wordt het effect gemaximaliseerd wanneer je een activiteit uitvoert waar je daadwerkelijk van geniet. Daarom maakt het niet uit wat voor sport je kiest. Het is belangrijk dat het iets is wat je leuk vindt, wat leuk is en wat je in beweging brengt. Het beoefenen van een sport houdt niet alleen je lichaam gezond, maar ook je geest. Wanneer je sport, produceert je lichaam serotonine. Deze chemicaliën zijn onmisbaar om je brein goed te laten werken en om positieve gevoelens te creëren. Eet voedzaam voedsel. Terwijl gezond eten altijd een goed advies is, is een gezond dieet, wanneer je door een periode van grote angst gaat, vitaal. Er zijn veel kruiden die je kunnen helpen om meer te ontspannen als je ze opneemt in je dieet. Een paar ervan zijn tijm, kloven, lavendel, kamille, valeriaan. Het is ook belangrijk om voedsel te eten dat rijk is aan magnesium, zoals spinazie en amandelen. Dit mineraal is heel goed voor het verminderen van spanning. Heb een gezond sociaal leven. Emotionele instabiliteit heeft geen ergere vijand dan te veel vrije tijd. Om die reden bevelen we aan om bezig te blijven met dingen die je interesseren. Het is ook een goed idee om activiteiten te doen die je ontspanning geven, zoals tekenen of schrijven. Het is ook belangrijk om gezonde relaties te optimaliseren. Doe moeite om contact te houden met de vrienden en familieleden die je leven positiever maken. Soms verergert angst omdat mensen om je heen negatieve emoties in je leven brengen. Het klinkt misschien extreem, maar afstand nemen van giftige mensen is gezond en nodig.
Een gezond en actief sociaal leven zorgt ervoor dat je vol energie zit en kunt uitdrukken wat je voelt. Help iemand tijd doorbrengen met mensen die je nodig hebben, zal een positieve impact op je leven hebben. Het geeft je voldoening om het juiste te doen, terwijl je anderen om je heen helpt. Denk bijvoorbeeld aan een maatschappelijk doel helpen, dat iets voor je betekent, vrijwilligerswerk doen, voedsel geven aan iemand die het minder heeft getroffen dan jij, een weeshuis bezoeken. Een van de redenen dat dit je zal helpen met je angst, is dat het je zal laten zien dat jouw bijdrage verder gaat dan je denkt. We bevelen aan dat je leest. Voedingsmiddelen die je mentale gezondheid ondersteunen. Neem een warm bad. Dit is misschien wel een van de eenvoudigste manieren om hoge stresswaarden te verlagen. Een lekker warm bad kan je manier van denken veranderen en je lichaam een fijn gevoel geven. Een glas wijn terwijl je dit doet, samen met lekkere, aangename muziek en de etherische olie naar jouw keuze toegevoegd aan het water, kan heel veel bijdragen. Deze remedie lijkt misschien ordinair, maar is juist het tegenovergestelde. Een van de redenen dat angst een plaats in je leven heeft gevonden, is omdat je vergeten bent om voor jezelf te zorgen. Dat is echt zo. Neem dus de tijd om jezelf een bad klaar te maken met geurkaarsen, badzout, een lekker glas wijn, ontspannende muziek. Elk van de bovenstaande remedies kan een grote hulp zijn bij het omgaan met symptomen van angst. Neem de tijd om te bepalen welke het beste is voor jouw behoeften en smaak. Vergeet niet, als je symptomen niet geleidelijk verdwijnen, zou je hulp moeten zoeken bij een specialist. Soms is medicatie vereist. Maak je echter geen zorgen. Je kunt dit probleem elimineren en genieten van een vol en comfortabel leven.